Hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Vandaag gaan we een unboxing video doen. Het is niet specifiek voor de Ortho Laser Master 2 15 watt. Want dit is niet eens van Ortho afkomstig. Dit is afkomstig van de firma Comgrow. En je kunt het al zien wat erop staat. Het is een lasercover, oftewel een omkasting voor je laser. Met een bovenzijde die, waar je doorheen kunt kijken en die voorzien is van de juiste kleur, zodat je simpelweg in het laserlicht kunt kijken. Ja, je moet dat natuurlijk niet te veel doen, maar dat kan wel. En daarbij ook nog eens een keer aansluitingen om een slang aan te sluiten, zodat je voor luchtafvoer kunt zorgen. Firma Comgrow, laat ik daar even iets wat vooraf over gaan zeggen. Deze cover die kost, afhankelijk van de dollarkoers, ergens in de buurt van de 84 euro. Als je naar de website van de firma Comgrow gaat, kun je aangeven dat je de prijzen in euro's wil hebben. Dan krijg je een europrijs te zien van 77,66 euro. En dat is erg misleidend. Dat kan ik je meteen zeggen. En dat heb ik Comgrow ook medegedeeld. Want het is simpelweg niet netjes. Wat er namelijk gebeurd is, is dat als je gaat bestellen, dan kun je alleen betalen via PayPal. En PayPal werkt met dollars. Dat betekent dus dat je de oorspronkelijke dollarprijs die er stond, en dat was 79 dollar, die gaat je om worden gerekend naar euro's toe. En vervolgens kom je dan ergens tussen de 82 en 85 euro uit. Kijk, op dat moment kunnen ze beter die europrijs niet gaan noemen, want jij verwacht de europrijs te vertalen, want ze vertellen wel uitgebreid dat het geen verzendkosten zijn en geen extra kosten van douanen en dergelijke. Nou, dat klopt ook. Waren het niet dat de prijs die zij daar noemen niet de prijs is die jij betaalt. Ander dingetje. Want ik heb ze daar natuurlijk op gewezen. Er waren nog andere problemen overigens met hun website. Op hun website staat vervolgens dat je via Messenger contact met ze op kunt nemen. Messenger is onderdeel van Facebook, zoals je misschien wel weet. En dat ze dan binnen 24 uur contact met je opnemen. Nou, ik kan je vertellen, dat gebeurt dus niet. Ik heb ze twee berichten gestuurd. En via Messenger heb ik niet één keer antwoord gekregen. Ja, ik heb antwoord gekregen toen ik ze gemaild heb. Toen heb ik antwoord gekregen en dat antwoord was eigenlijk erg kort door de bocht. Nee, wij doen alleen onze prijzen in dollars. Nee, je zet 77,66 euro op je website. Dus dan moet je dat niet op je website vermelden. Ander dingetje wat ik daarmee gemaakt heb, en dat was eigenlijk het begin van de klacht, was dat ik zeg maar een account aan moest maken. En ik heb dat account aangemaakt. Mij werd niet gevraagd waar ik woonde en wat voor adresgegevens. En het systeem gaat er vervolgens gemoedelijk vanuit dat jij in de Verenigde Staten woont. Leuk zou je denken, dan ga je dat toch veranderen. Ja, moet je proberen. De eerste 24 uur namelijk lukt dat simpelweg niet. En je kunt gaan proberen te veranderen. Je kunt zeg maar het adres deleten. Dat werkt niet eens. Die knop doet het gewoon niet eens. Goed, dan ga je dat adres veranderen. Dus je gaat een nieuw adres invoeren, want het adres vooraf veranderen lukt ook niet. Dat lukt pas na 24 uur. Blijkt achteraf, hè, dat staat er niet, maar dat kom je dan achter. Je gaat dus een nieuw adres invoeren. Hartstikke mooi, dan voer ik het adres in Nederland in, maar hij verandert de prijzen niet terug naar euro's of wat dan ook. Bovendien blijft het standaardadres, de main address, in de Verenigde Staten staan. En er staat er geen straatnaam of niks bij. Maar standort is de USA. Slechte zaak dus. Ja. Oké, dat even over Comgrow. Nogmaals, Comgrow zou zich moeten realiseren dat het werken met klanten iets meer is dan alleen maar centen verdienen. Waarbij gezegd moet worden dat de prijs van 84 euro ongeveer voor dit product niet duur is. Maar nogmaals, noem dan geen europrijzen. Blijf daar dan van weg. Nogmaals, enige betaalmethode, PayPal. Goed, de adressticker zit aan de andere kant. Maar ja, de doos is zo uitgevoerd. Dus ik neem aan dat de kant die ik nu bovenleg de kant is die geopend moet worden. Ze waarschuwen voor Stanley mes. Maar ja, je moet het toch openmaken. Dus dat ga ik doen. We gaan een unboxing doen hiervan. Ze hebben overigens twee modellen van deze enclosure. Van deze cover. Dat is het oude model. Verder niks mis mee, die is iets kleiner. En dan dit nieuwe model, die is wat groter. Ik heb ook van dit nieuwe model nog geen video's, nog geen reviews gezien online op YouTube.
Dit zal misschien de eerste zijn, misschien dat er iemand in Amerika dat nu gemaakt heeft. Dat zou best kunnen. Maar ik ben hem nog niet tegengekomen. Deze gaat hoger zijn. Die gaat 50 centimeter hoog zijn. En 70 bij 70 breed en lang. Dat is iets te veel. Nou, duidelijk te veel voor mijn Arthur. Maar wat ik wel belangrijk vind, is die 50 centimeter omhoog. Want dat biedt mij de mogelijkheid om iets te construeren. Dat er ook een camera in gehangen kan worden. En daar kom ik dan later op terug. Want dat kan je in Lightburn kalibreren. En dan kan ik je laten zien wat je met die camera allemaal voor mooie dingen kan doen. Want dat is namelijk niet zomaar van dat je dan op afstand kan kijken van hoe dat met dat laseren gaat. Ja, dat kan. Maar er is een hele andere reden voor en nog veel interessanter. En dat interessante is dat jij op dat moment zeg maar simpelweg een plaatje houdt. Al ligt die schots en scheef op je werkbed. De camera zal door zijn kalibratie precies herkennen hoe dat stuk hout op dat bed ligt. En jij hoeft in Lightburn alleen maar het object wat je wil laseren op een plekje op dat hout neer te zetten. Het zijn gedraaid, het zijn niet gedraaid, net wat jij wilt. En hij zal het op die plek laseren. Dus je hoeft eigenlijk niet meer uit te richten. Dat doe je eigenlijk via je computer. Oké, ik ga openen. Voorzichtig dus, want je standing mes kan zaken beschadigen. Een van mijn kijkers, Luc, toevallig op hetzelfde moment zo'n beetje dezelfde cover besteld. Ook Luc heeft hem vandaag binnen gehad. En dat vertelt mij eigenlijk dat dit zo'n beetje de eerste batch is. Want dat is een ander ding. Op hun website heb ik ergens gelezen dat de levertijd een 5 tot 6 werkdagen was. Nou, het heeft alleen al 2 weken geduurd voordat die Nou, 2 weken moet ik... Zeg ik dat goed? Ja, 2 weken heeft het geduurd voordat die afgezonden is. Ja? En dat vertelt mij dat het waarschijnlijk de eerste batch is, omdat er nog geen review van zijn geweest. En ook omdat Comro, toen ik ze gewoon met mail benaderde, zei van ja, de zending naar ons is iets vertraagd, maar ze gaan er vandaag uit, zeg maar. Dat, nou, dat betekent dus dat zij die zaken besteld hebben, op de website hebben staan, vind ik ook nog niet zo raar. Ja. Maar dat het simpelweg een product is wat voor het eerst uitgeleverd wordt. Nou, deze kant is natuurlijk de gevaarlijkste, want nogmaals, het is een soort van polyester. Ja, het zal ander materiaal zijn hoor. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Maar een soort van polyester omkasting, zeg maar. Ik ga hem overigens niet vandaag opbouwen. Dat gaat ook nog wel even 1,5 tot 2 weken duren voordat je de video daarover gaat zien. De reden daarvoor is heel simpel. Morgenavond begint de herfstvakantie in Nederland. En wij gaan altijd in de herfstvakantie naar de ouders van mijn vrouw in het buitenland. En dat gaan we dan ook doen. Ander interessant ding bij deze cover is dat er verlichting ingebouwd zit. En ook dat gaan we zo meteen zien. We gaan eens even kijken wat er allemaal voor moois in zit. Het begint met een paar handschoentjes. Nou, interessant. Als je koude handen hebt, dan kan je handschoentjes. 2 handschoentjes zullen waarschijnlijk nodig zijn voor, ja, weet niet, moeten we zien. We gaan zien wat voor nodig is, geen idee. Oké, die ga ik apart leggen. Dan hebben we een bouwinstructie. Ik weet niet of die handschoentjes daar ook in staan. Nee. Nou, goed. Verder ook geen probleem. Maar wel verder een bouwinstructie van hoe die gaat werken. En ik kan je vertellen, als je gaat kijken op de website van Comro, hij is dus 50 centimeter hoger dan 70 bij 70. Het is een soort van buizenframepje waarover dan dus die hoes gedaan wordt. Die hoes die kan in het midden geopend worden, is oranje. Die kan helemaal geopend worden, zodat je er echt van bovenaf goed in kunt grijpen. Rechts aan de voorkant zit een opening die afsluitbaar is, waar de kabels doorheen kunnen. En links en rechts aan de achterkant zit een aansluiting voor een 10 centimeter diameter buis voor luchtafvoer. En als het goed is, moeten ook de ventilator aansluitingen hierbij inzitten. Dat zegt het verhaal hier in elk geval ook. Oké, dus dat is de handleiding. Dan krijgen we die verlichting. USB LED Unterbauleuchten. Duits. Overigens, de zending komt ook vanuit Duitsland. Ondanks dat je een 3S-code krijgt die via Italië loopt, via DHL. Maar hij komt uit Duitsland. Doos is iets wat beschadigd. Nou, ik weet niet of dat een gevolg heeft. Dat moet ik heel even kijken. Ga ik even openen. Nee, ik denk het niet. Een hele mooie strip. Prachtige strip eigenlijk, zeg ik maar gelijk even. Ik vind hem echt mooi. Nog wat in. Ja, er zit een kabel. Een kabelbindertje bij. En deze komt dus erin te zitten, zodat je ook echt licht kunt maken binnenin. Zodat je kunt zien wat je aan het doen bent.
heel fijn. Alleen deze vind ik al bijzonder interessant, want ja, als je een ding moet kopen, bijvoorbeeld bij AliExpress, kost hij toch ook, denk ik, al gauw wel een 10 euro, denk ik, schat ik zo. Tenminste, als je hem los moet kopen, zij zijn natuurlijk een fabriek. Dan krijgen we die, ja, dit is dat materiaal, hè. Als je goed kijkt, het voelt er apart aan, grappig. Dit is zeg maar de omkasting, zeg maar, die we gaan doen. Ik zal kijken of ik het even open kan maken, zodat je dat ook kan zien. Maar nogmaals, ik ga hem niet in elkaar zetten nu. Ah, plakband. Oké, komt ie. Kijk, hier hebben we hem. Even die oranje, ja, als het ware, zodat je er doorheen kunt gaan kijken tijdens het werken ermee. Ik laat hem verder ingevouwen zitten, want anders wordt het alleen maar een beetje lastig verhaal om weer netjes op te bergen. Maar het voelt apart aan. Ik ben daar, dat voelt wel aardig aan, moet ik zeggen. Niet verkeerd, lijkt me. Waarom schaf ik het aan? Dat mag je rustig weten. Heel af en toe word ik ook wel eens uitgenodigd om ergens een soort van demo of een soort van event bij te wonen. En dan zit je altijd met het probleem dat je op een event, als mensen willen kijken naar jouw laser, nooit natuurlijk in die laser kunnen kijken vanwege dat laserlicht. Dat is één ding. En de tweede is tot zeg maar de luchtafvoer. Ja, dat is ook wel een dingetje tijdens zo'n event. Dus je kunt daar niet zeg maar, als daar sprinklers hangen bijvoorbeeld, maar even een heleboel rook gaan genereren. Nou, dat is waarom ik die omkasting wil hebben. Zodat ik en met die rook wat kan doen. En laseren kan, zodat mensen veilig van bovenaf erin kijken. Door die oranje, door het oranje materiaal zal het diodelicht niet echt in de ogen van die mensen gaan schijnen. Dan krijgen we een gigantische lading buizen. Want ik zei al, het is een buizensysteem. En ik dacht dat het ja, misschien iets van plastic buizen zouden zijn. Maar nee, het is keurig metaal. Weliswaar bij sommigen zie je dat er aan de top iets zit waarmee die vastmaken. Dat is dan wel van plastic, maar dat gaat ook wel. En op zich ook nog niet zo erg, want ook dat wil ik gelijk zeggen. Ik heb een 3D-printer, dus gaat er iets kapot, dan print ik wel nieuw. Dat is verder geen probleem. Hele buizenwerk. Maar nogmaals, ik ga het nu nog niet opbouwen. Dat wordt pas na die vakantie die wij gaan doen. Nou, dan krijgen we alle hoekstukken en bodemstukken. Dat zouden er denk ik 8 moeten zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, precies. En dus op elke hoek eentje. En dat geldt dan ook voor boven. En dan heb je dus inderdaad 8 van die dingen nodig. Nou, ook dat is mooi. En ongetwijfeld, als je nogmaals als zo'n ding kapot gaat, ik denk dat binnen de kortst mogelijke keer op Thingiverse. Thingiverse is de bibliotheek van 3D geprinte zaken. Zullen dit soort zaken daar terug te vinden zijn, zodat je die kunt gaan downloaden en kunt gaan maken. En het laatste, en ik neem aan dat het er één is, dat is dus die aansluiting voor die luchtventilatorslang. Hier zit ook nog een dopje bij. En de schroefjes zitten er ook allemaal bij. De schroefjes zitten erbij. De luchtventilator. Ik weet niet waar die dopjes voor zijn. Maar die lijken me de maat te hebben van de stangen. Dus dat zou eigenlijk ook moeten kunnen werken. En hij is afsluitbaar. Dus hier zit een afsluitbaar systeem in. Dus als je geen slang hebt om aan te sluiten, nou, dan sluit je hem af. Deze bouw je in met behulp van deze acrylplaat en de schroefjes. En daarmee kun je dan je slang, je afvoerslang, luchtafvoerslang, die kun je gaan aanbrengen. Je zegt luchtafvoerslang. Ja, nou moet je luisteren, lieve mensen. Ik heb dat natuurlijk al uitgezocht en ook al geregeld. Dat moet ik ook gelijk zeggen. Want als je gewoon naar de gamma gaat of naar een bouwmarkt, kun je daar simpelweg zo'n zilverkleuren of een witte, kan ook nog, slang. Deze is 1,5 meter, veel langer heb ik niet nodig natuurlijk, want ja, je kunt die 3 meter krijgen, 5 meter krijgen, maar wat moet je daarmee? 1,5 meter met wat tie wraps, waarmee je hem kunt vastzetten. Of dat met die tie wraps lekker gaat zijn, dat weet ik nog niet, dat ga ik vaststellen. Dat ga ik laten zien ook op de camera, alleen niet vandaag. En dan is het zo, voor de mensen die dat weten, maar goed, je gaat dit later zien hoor. Ik ga dat nu niet laten zien, maar ik gebruik als luchtafvoer een soldeerafvoer. En die is aan de voorkant van, is die vierkant.
Daar past dit natuurlijk niet op. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb met mijn 3D-printer, dit is als het ware de vierkant van die soldeer. Dit is de kant waarop de buis wordt aangesloten. Dit is een 10 centimeter diameter. Normaal gesproken zou je met een beetje wringing doen, moet je dit aan kunnen brengen. Ik heb bewust ook een randje meegeprint, zodat die erachter blijft hangen. En de andere kant dus in deze. En voilà, we hebben een luchtafzuigsysteem. Nou, dit was de unboxing video. Je hebt gehoord, er was wat kritiek op Congro. Ik hoop dat Congro daar iets mee gaat doen. Dat weet ik niet. Ik hoop dat ze dat wel doen, want dat is niet zo heel handig als je dat niet doet, als je niet naar je cliënten luistert. Ze zullen nog niet in de gaten hebben gehad bij de vragen die ik gesteld heb, dat ik iemand ben die video's maakt. Ik denk dat ze dan wat voorzichtiger waren geweest. Maar nou ja, goed, dat is de prijs die je betaalt als je simpelweg dingen doet en antwoord geeft en noem maar op. Ik ben er wel van overtuigd dat het product prima gaat zijn. En dat me dat gaat voldoen aan de eisen die ik eraan stel. En dat is het allerbelangrijkste. Ik hoop dat je deze unboxing video leuk vond. Volgende keer gaan we hem bouwen. Ga ik je ook laten zien. Daarbij komt ook aan bod dat verhaal van de 3D geprinte buishouder voor die soldeerafzuiging. En daarna gaan we eens kijken van oké, hoe ziet dat er dan in werkelijkheid uit. En gaan we kijken of we iets met die camera kunnen gaan doen. Nou. Tot de volgende keer. Het gaat wel een weekje of twee overheen voordat de volgende video komt. Geen zorg, hij komt. Geen probleem. Alleen ik heb er nu even geen tijd voor. Tot de volgende keer. Dag.